Goedemorgen. Ik zie dat de presentatie er ook al op staat. Ik ben Petra de Nooy. Ik ben een pionier op de pioniersplek van Leven in Laak. En ik mag nu ook iets vertellen aan het begin van het jaar over wat er eigenlijk in Laak gebeurt en wat Leven in Laak nou kenmerkt. Allereerst nog even de vraag, pioniersplek, is dat nou voor iedereen bekend? Wie weet wat het is? Ik zie toch nog een paar mensen die het misschien niet helemaal weten. Dus wat een pioniersplek is. Het is eigenlijk het experimenteren met nieuwe vormen van geloven. Om relevant kerk te zijn voor de doelgroep. Voor een nieuwe doelgroep. Dus te zoeken naar een nieuwe manier om kerk te zijn die aansluit bij mensen die bij andere kerken niet een plek vinden. Bij hun leven en bij hun cultuur. Nou, vaak gebeurt het ook op een plek waar andere kerken zijn verdwenen of minder zijn geworden. En eigenlijk is dat ook een beetje wat er gebeurd is in Laak. In de Oase is nog steeds een gemeente, een hele betrokken, actieve groep mensen. Die iedere zondag een kerkdienst heeft. Waar iedereen echt van harte welkom is. Maar die eigenlijk de aansluiting met de buurt wat is kwijtgeraakt. De jongere doelgroep komt er niet. En om hen te betrekken is eigenlijk een verandering nodig. Een omslag die niet gaat gebeuren door die gemeente zelf. En hierom is dus de pioniersplek gestart. Het mogen starten van Leven in Laak. Om echt een apart spoor te zijn. Naast de bestaande kerk die gewoon doorgaat met haar vieringen. En dan echt op zoek te gaan naar die nieuwe doelgroep. Wat sluit bij hen aan? En hoe kunnen we op deze manier het geloof, wat voor ons zo wezenlijk, zo belangrijk is, door blijven geven in Laak. Nou, we heten Leven in Laak omdat we helemaal met Laak verbonden zijn. Een paar feitjes van Laak. Er zijn 40.000 mensen die hier wonen. Meer dan 120 verschillende culturen. En een heel jong stadsdeel met veel verschillende gezichten. Wat kan die vorige nog even? Nou, hier zie je al een beetje de verschillende gezichten. Rechtsboven, dat is hoe Laak in oranje explodeert zodra er iets met voetbal is. Rechtsonder is het idyllische plaatje van Laak, de rivier waaruit de naam Laak ook voortkomt. Linksboven een wijkfeest en linksonder, dat was een kinderwaterspeeldag en dit waren allemaal waterballonnen, heel veel. Dus Laak is gewoon een hele gevarieerde wijk, waar ook gewoon heel veel betrokken mensen zijn die graag iets willen betekenen. Op straat kan je iedere taal horen spreken. Misschien als laatste verrassende feitje, dit weet niet iedereen. Laak heeft zelfs een eigen bierbrouwerij. Verder niet heel relevant voor het een of ander, maar goed om te weten. Nou, de doelgroep die we hebben gekozen voor Leven in Laak komt hier ook een beetje uit voort. In Laak zijn we intercultureel. Dat is ook waar we met Leven in Laak, dus de nieuwe kerk, heen gaan. Het zijn twintigers en dertigers die uit allerlei culturen afkomstig zijn. Vaak ook nieuwkomers in de wijk die zelf nog niet een heel groot netwerk hebben, maar die wel graag meer betrokken willen zijn en mensen willen ontmoeten. Dus dat is de doelgroep. Nou, dan de vraag, wat gebeurt er dan? Hoe moet het dan van start gaan? Het is mooi dat je iets nieuws wil starten, mooi om het evangelie door te geven, maar hoe dan? Nou, de bovenste twee zijn gebed en kennis maken. Daar zijn we het afgelopen half jaar vooral mee bezig geweest. Veel bidden van aan God vragen, we zijn afhankelijk van u, waar wilt u dat we heen gaan? Het blijft God die zijn kerk bouwt. En verder in de wijk gewoon meedoen met wijkfeesten, met de Keep It Clean Day, met het groepje dat iedere woensdagavond sport. Dus gewoon betrokken zijn. Heel veel interviews nemen, heel veel mensen ontmoeten. De derde is het kernteam. Die foto is ook van een kernteamavond waarbij we hebben gekeken wat willen we eigenlijk voor de wijk, wat zijn voorbeden die we kunnen doen aan de hand van de kaart. En een kernteam is eigenlijk het groepje mensen wat mee wil doen, wat in Laak woont, zelf ook bewust christen is en wil zoeken naar die nieuwe kerkvorm, betrokken op de wijk en die het hart is van de community die we gaan vormen.
We zijn eigenlijk begonnen met helemaal niks. En inmiddels zijn er eigenlijk wel wat mensen aangehaakt die meedoen of die gewoon geïnteresseerd zijn. En nou, dat is heel erg leuk ook om mee te maken. Nou ja, hiernaast organiseren we ook een aantal dingen met partners. Dat hebben we in de zomer kinderochtenden in de oase gedaan. Hier linksonder. De derde dag hadden we een stuk of 50 kinderen die mee waren. Dat was heel erg leuk. Linksboven een intercultureel Pinksterviering op het Vadercentrum, ook op Jongbloedplein. En zo kunnen we in samenwerking met mensen ook verder gaan. En na dat eerste half jaar gaan we zelf ook echt dingen ondernemen. Dingen als leven in Laak. En die ook echt met onze doelgroep te maken hebben. Zo beginnen we al heel snel met een pilot van Doekerk op een zaterdag. Dat betekent iedere maand een keertje een doekerk gaan doen, concreet je inzetten. Op een manier die past bij wie je bent als volgeling van Jezus. Iets goeds doen voor de wijk, iets duurzaams doen. Waar iedereen bij welkom is die Laak een stukje mooier wil maken. En vervolgens gaan we gezellig samen eten. Ook gaan we beginnen met multiculinair koken met verschillende culturen uit de buurt. Nou, zo zijn er heel veel plannen en heel veel ideeën. En dit is een beetje waar Laak heen gaat. Nou, wat is nou eigenlijk onze doelstelling? Daar ga ik ook zo'n beetje mee eindigen. Nou, hij staat er. Het is weer een mondvol. In Laak Jezus volgen met elkaar. Omzien naar elkaar en naar de wijk. En Gods liefde zo handen en voeten geven op een bij Laak passende en nieuwe manier. Zodat mensen betrokken worden en iets gaan merken van Christus. Nou, dat klinkt natuurlijk prachtig, maar dit is ook wel echt wat ons voor ogen staat. Dus dat gedeelte gezamenlijkheid, dat je het met elkaar doet. Dat je gericht bent op de wijk, hier ook verder in integreert en mensen uit de wijk betrekt. Maar ook uiteindelijk dat mensen iets gaan merken van wie Christus is. Dat we zo ons geloof weer verder gaan delen in de wijk. Nou, helemaal tot slot. Wilt u betrokken zijn? Dan zijn er altijd een aantal manieren. De eerste is meebidden. Gebed is heel hard nodig. Er komt ook regelmatig een gebedsbrief uit. Waarin mensen kunnen meebidden gewoon voor praktische punten. Wat er gaande is, waar we mee bezig zijn. En de andere is meedoen. Als er mensen zijn of je kent mensen die in Laak wonen. Die graag betrokken willen zijn op een nieuwe manier met kerk zijn of met de buurt. Nou ja, schiet mij even aan of kom gewoon een keertje kijken. Van harte welkom. Goed, hartelijk dank voor uw aandacht en tot ziens.